het hulpdiensten uit. Die zitten hier in de middenbuik. Aan de andere kant staat het hulpdiensten uit. En jouw deur. In de stoelfoto's door maar. Ja, je ziet niks, je hebt geen idee waar je daar staat. Ja, dit is, zijn die camera's wel genummerd. Ja. Neem maar eens een contact op en vraag maar eens of ze willen richten op waar wij staan. Aan het begin van de ketentunnel, van Delft kant naar... Triple F, 25 minuten de tijd om dit haspel in beschuim te werken. 25 minuten is hier leeg. Per verlofingskast. Dus die ziet, dat zijn een stuk of 20 geloof ik. Nee, meer. Nou ja, doet het niet. Kijk, niet veel. Kunnen er ook een lage druk vanaf pakken. Ze zijn eigenlijk exact hetzelfde uitgevoerd. Spreek-luisterverbinding zit erin. Krijg gelijk weer verbinding met Rome. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de oude Toons Benelux-tunnel, er zit een druk knop in dat de brandbuspomp moet zelf gaan. Als het onder druk komt en je haalt het straalpijpje eruit, dan doet de deur open, dan komt haspel eruit. Dat komt ergens hier te hangen. Dat voorkomt ook dat hij dat niet vastloopt. Dat gaat allemaal automatisch. Je kan hem eigenlijk wel doen, want dan staat er gelijk een brandbuspomp. Die nu ook de weg verkeerd aan. Maar je gaat het onder niet in oorslopen doen, dus je gaat onder niet met de tank. Nee, omhoog. Ja, omslappen. Ja, hij zit natuurlijk water te reageren. Hier erover drukken. En ik min
je hebt minimaal twee keer twee deuren openstaan, dan blijf je toch het overdruk aan. Dus zo'n capaciteit heeft. Als je dus ik weet niet of jullie verder nog vragen hebben hierover. Maar blijf hangen stil. Het is blijkbaar erg duidelijk geweest. Dank jullie voor je komst. Ik kan gewoon toen al uitrijden, nou, waar je heen moet of rechtdoor, of ik had de verwarring om misschien aan te doen.